ben er niet goed in. Nee, ik ben er niet goed in. Oh, en die films en zo zie ik hier allemaal al staan. Oh, ik ben er dramatisch. Mats, ik ga u een paar vragen stellen. En jij moet proberen 3 antwoorden te geven binnen de 7 seconden. En daar krijg je dan punten voor en ja, we zullen zien wie wint. Oké. Okay. Noem 3 aanvoerders van de nationale ploegen op dit EK. Neuer. Loris? Loris? Ja, maar dat is te laat. Dus de seconden zijn voorbij. Ja, zie je, kunt niet nadenken. Ja, maat, allez, zo dramatisch of niet? Ja. Noem 3 spelers die niet, sterspelers die niet in actie komen op het EK. Ibrahimovic. Haaland. Ramos, Sergio Ramos. Ter Stegen. Staan die andere 2 erop? Ja, die staan erop, ja. Ja, zie, als je iets langer mocht nadenken, dan zou het ja, wel weten. Ja, maar dat is spel ook. Hè. Ja, spel, man. Muziek. Boah, ken ik niks van. Noem 3 liedjes met het woord Champions in de titel. Champions. Ik ken niks van liedjes. Ja, We Are The Champions. Ja, Champions League. Was die ook goed? Cool? Daar was ik al aan het denken. Dat was een... Dat is een dat Champions is de hymne van de Champions League eigenlijk, ja. Dat ze bedoelen. Ik denk het, ja. Noem 3 films die over voetbal gaan. Dat weet ik niet. Ken je niet die van vroeger? Dat was een beetje golf. Geen idee. Zeggen ze die noemt? Goal. Goal? Ken je niet die een goal van vroeger? Ja, maar je moet wel laten antwoorden. Je zegt het antwoord al. Ja, maar je zegt, ik weet het niet, ik weet het niet. En wat nog? End it like Beckham, buitenspel, Escape to Victory. Laat maar, dat ken ik al. United. Noem 3 toeristische trekpleisters van Brussel. De Grote Markt. Manneke Pies. Tatomium. Voilà. Ik ben blij dat ik iets een paar punten heb gescoord. Noem 3 bondscoaches die ooit de Rode Duivels hebben gecoacht. George Leekens, Mark Wilmot, Roberto Martinez. Ja. De Rode Duivels. Noem 3 huidige Rode Duivels die in de Bundesliga spelen. Koen Kasteels. Boyata. Twee dan. 2 punten. Maar wie dan nog? Wie is in de derde? Meunier, Thorgan Hazard. Ah, ja, ja. Als je deze weet, dan noem 3 clubs waar Martinez heeft gespeeld. Gespeeld? Eentje zouden misschien wel kunnen weten. Everton. Swansea. Wigan. 2. Dat zijn dubbele punten. Dat is wel mooi. Die coach toch even gegoogeld? Nee, maar ik heb een vraag, dus ik zal het zelfs wel zien. Dubbele punten voor u. Noem 3 clubs die Martinez gecoacht heeft. Everton, Wigan. ja, in België, ja. Nee, Swansea. Ah, dat wist ik niet, ja. Dat is wel een moeilijke vraag. Hoor, dat maar dat is wel daarom dat ik die antwoorden wist, omdat hij eigenlijk hier dat die gecoacht had. Ja, maar ja. Noem 3 toeristische trekpleisters in Londen. London Eye. Big Ben. Nee, dat Big Ben. Tower Bridge. Tower Bridge, ja. Buckingham Palace, nee. Maar dat zouden we wel weten als je iets langer mocht nadenken. Ja, ik kom niet op de bridge. Ja. Ik denk dat de telling fout is. Bon, dankjewel Dennis. Ligt er niet van wakker, zou ik zeggen. Zou wel lukken. Alsjeblieft. Est-ce que tu peux me donner 3 clubs où le coach Martinez a joué? Ah, joué, qu'est-ce que j'en sais, moi. Evergreen et je sais pas.